Greg, jij hebt de opleiding drama gevolgd. Daar heb je heel wat vakken in. Je krijgt er waarschijnlijk ook een beetje schrijven in. Op de een of andere manier creatief schrijven of zo? Nee, eigenlijk wel veel theoretische vakken over dramaturgie en al die dingen. Maar echt schrijven, schrijven niet. Er was wel een mogelijkheid om in de opleiding RITS, wat ik heb gedaan in Brussel, om wel een schrijvers... opleiding te volgen, maar dat was een beetje apart. Er waren wel mensen die bij mij in de klas zaten, die na een jaar zijn overgestapt op schrijven, maar echt schrijven, schrijven deden we niet, maar wel vakken daar rond. En zou je dat eventueel zelf doen? Ben je daar soms mee bezig, gedichten? Of? Wat ik wel deed, en wat eigenlijk in zekere zin wel schrijven is, dus dat klopt in zekere zin wel, is dat... op het RITS is er ook een regieopleiding voor theater. En er wordt ook heel veel zelf gemaakt. Dus ja, die scenario's moeten jullie ook soms zelf uitwerken. Ja. Dus bijvoorbeeld wat ik in de eerste 3 jaren heb gedaan van het RITS, is dat we moesten een monoloog, of zelfs geen monoloog, maar een solo maken. Ja. Die eerste 3 jaar. En dan heb ik een eigen geschreven monoloog gemaakt. 2 keer van die 3 keer. Ja. Dus dat vond ik wel heel leuk. En in die zin schrijf ik heel graag als ik daar heel gericht is. En ik weet welke richting dat ik wil schrijven. En voor theater, anders zou ik dat niet kunnen, denk ik, gedichten of zo. Maar voor theater vind ik dat wel leuk. Dan had jij misschien ook nog wel terecht kunnen op het eigenzinnig jubileum. Erwin, jij komt ons daar alles over vertellen. Van harte welkom. Dank je. Ik denk toch inderdaad dat Greg met zijn teksten daar zou terecht kunnen. Hij zou welkom zijn. Hoewel dat we wel 1 inhoudelijke voorwaarde voor het gebeuren hebben gesteld, is dat dus alle dichters schrijven rond doel, of in een ruimere zin rond thematiek die met ecologie te maken heeft. Ja. Bijvoorbeeld problematiek rond het Lappersfort Bos. Nu ook met de top in Kopenhagen is dat natuurlijk heel actueel. Ja, veel mensen zijn er ook mee bezig en zien het belang er ook van in. We hebben eigenlijk gevraagd aan de mensen om in eerste instantie te proberen te vertrekken met hun teksten vanuit het doel, omtrent dat dorp te schrijven en wat het daar juist gaande is. Dat heeft dan ook deels te maken met problematiek van leegstand en eigenlijk ook de industrie die soms nogal over mensen heen walst. Die mensen zijn nogal vrij grof uit hun huis gezet, die er wel wat centen vergaat. Maar dat heeft toch veel levens gebroken terwille van de industrie. En uiteindelijk blijkt, nu zeker met de crisis, dat dat niet echt noodzakelijk was. En dan krijg je voor een 7-tal jaar leegstand, terwijl dat er ook veel mensen geen woonst hebben. En die thematiek een beetje toelichten, terug onder de aandacht brengen. Als jullie met zoiets bezig zijn, kunnen jullie dan ook, wat Greenpeace gedaan heeft vrijdag, toen ze binnengedrongen zijn op de top, is dat iets dat jullie goedkeuren, dat jullie wel zien binnen... Die thematiek, of is dat een fout signaal, denk je? Persoonlijk ben ik zelf meer pacifistisch ingesteld. Maar ik kan begrijpen, zoals Obama op de top zei, van Hitler moet je met geweld stoppen. Dus op een bepaalde manier kunnen ingrijpende acties misschien wel noodzakelijk zijn om mensen nog extra wakker te schudden. Ja. Dus ik zou er zelf persoonlijk misschien niet zo toe genoopt zijn, maar ik kan wel begrijpen dat mensen daartoe overgaan, omdat het echt ook misschien al 5 na 12 is en niet meer 5 voor 12, wat het milieu dan betreft. En wat betreft de teksten die jullie op het evenement gebruiken, het zijn eigenlijk niet alleen echt gedichten. Hè? Jullie werken met een vrij brede vorm van met tekst en woord bezig zijn. Ja, hè? Dus laten we zeggen, de basis is tekst, maar dat kan heel expressief zijn, dat kunnen woordklanken zijn, dus er gaan ook mensen aan bod komen die echt heel experimenteel hun teksten gaan voordragen. Mensen die dat meer klassiek invullen, mensen uit het theater, like Wim Gijzen. Wij hopen ook onze stadsdichter te verwelkomen, als die tijdig van zijn schrijfretraite uit de Ardennen terugkeert. Ja. Je hebt voor ons ook een voorbeeld meegebracht van zo een tekst en gedicht. Ja, kan je daar een stukje uit voorlezen? Ja, graag. Dankjewel. Het is uit een gedicht dat noemt In de Volkscafés, daar gebeurt het echt. Daar lees ik een kleine alinea uit voort. Niet in de stemhokjes, niet in het vakjes denken, niet in het bolletjes kleuren, maar in het geuren van de seizoenen en de ontwapenende taal van de ouderen. Zie hen meedromen met hun kinderen en kleinkinderen die in de parken spelen, hoewel al o zo groot, ze zouden niet liever hebben dat de parken en speeltuinen nog groter waren,
kijk, die grijpgrage grote mensen toch. Zij zien niet meer hoe mooi de regendruppel duwt tegen de wijzers van de klokken aan en in ons leven een stilstand en rust inbouwt. Mooi. Is dat iets waar jij ook mee bezig bent, Greg? Ecologie en het behoud van de natuur, zeg maar? Ja, zoals iedereen probeer ik natuurlijk daar hoe langer hoe meer rekening mee te houden. Zeker zo die alledaagse dingen waar je nu... Dat eigenlijk niets voorstelt, de verwarming gewoon lager zetten of de kraan niet laten lopen. Al die dingen, sowieso let ik heel hard op dat ik dat altijd doe. Ja, een goed burger. Ja, gewoon zo goed mogelijk natuurlijk. Hè. Ja. Wanneer gaat al dat gebeuren door? Wanneer kunnen mensen komen kijken en komen luisteren? Ja. Dus een eigenzinnig jubileum wordt georganiseerd door Stichting Pipelines VZW. Op het Conscienceplein van 4 uur tot 20 uur, omstreeks, 22 uur, excuseer. Ja. En dat is deze woensdag op het Conscienceplein te Antwerpen. Voilà, dus daar moet iedereen zijn. Voor meer informatie en het programma, zeg maar, kan je terecht op muzeval.tk. Het staat ook onderaan in beeld. Dus dan kan je daar een kijkje gaan nemen. Erwin, heel erg bedankt dat je erbij kon zijn vandaag. Graag gedaan. Ons eerste deel zit erop, Greg. Ga je nog mee naar het tweede deel? Absoluut. Dan is het goed. Tot zo meteen. Tot zo.